Hallo, lieve YouTube-kijkers. Van de Stofjes. Een hele goede zondag. De zondag van de tijd. Yes. Klok vannacht, uurtje vooruit. Ik weet niet of dat ik er dan last van normaal gesproken heb. Ik krijg nooit last van. Of tenminste niet dat ik weet. Het leek wel of dat ik er vandaag wel een keer last van had. Met hardlopen. Ging wat moeizaam. Wel 4 rondjes. Maar als ik dan kijk naar de tijd. Uiteindelijk nog niet zo verkeerd. Maar ik had de eerste ronde had ik even last. Ik moest de eerste rondje moest ik goed, even goed inkomen. Het tweede rondje ging wat beter. Bij de derde kon ik een beetje meer consolideren. Vierde rondje heb ik wel harder gelopen. De eerste rondje ging geloof ik iets van in 6.23 of iets ergens. En het laatste rondje ging in 6.11. Dus op zich, ja, weet je, is dat nog niet zo verkeerd. Maar de gemiddelde tijd is dan, niet snel. Maar goed, daarentegen ben ik wel weer geweest. Helemaal top. Uurtje vooruit. Komt weer een discussie los. Ik heb er last van. Nou ja, weet je, het is met hoe dat in omgaat. Denk ik. Als je kijkt wat je voor een voordelen hebt. Als de klok nu vooruit en dan straks in de winter weer terug uit gaat. Met het licht. Dus heb ik het vroeger gezet onder het kopje economie. Want dan was het langer licht en dan konden langer de lampen uitblijven. En dan later pas aan. En bedrijven konden langer doorgaan, bla bla. S'morgens vroeg is natuurlijk dan wel eerder licht. Normaal gesproken is het dan om 5 uur licht. Dan is het nou bij spreken om 4 uur licht. Dus ja, daarentegen is het dan wel weer iets anders. Maar ja, weet je. Nee, ik heb er niks op tegen. Al zou je er een dag of 2 dagen last van hebben, zo wat. Maakt mij niks uit. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Okay, misschien dat ik dan zeg van nu vandaag. Lijkt het wel of dat ik er wel wat moeite mee had. Hoewel het was maar 1 rondje. En daarna ging het wel. En natuurlijk, je slaapt 1 uur minder. Maar als je dan eigenlijk gewoon je normale basis rust pakt. Dus stel dat je dan zaterdag op zondag altijd gemiddeld 7 uurtjes slaapt. Zorg dan dat je dan met dat uur eraf ook gewoon 7 uur slaapt en gewoon opstaat. Op de tijd die je ook normaal opstaat. Dus in het normale bed gaan. Sommigen zeggen dan van oké, dan ga ik een uurtje eerder naar bed. Ja, eigenlijk zou je dat niet moeten doen. Je moet dat uurtje moet je dan gewoon pakken. Het is dan jammer dat je een uurtje minder slaapt. Maar als je dan gewoon weer je dagritme oppakt met de tijd van het opstaan. Dus als je dan gewend bent om 8:30 op te staan of om 8 uur. Dan moet je ook gewoon om 8 uur opstaan. En zo ga je veel sneller in je eigen dagritme. Maar als je kan blijven denken van, maar het is eigenlijk is het maar 7 uur. Eigenlijk is het maar 8:30 of 7:30. Of eigenlijk, ja, dus dan blijf aan de gang. Gewoon de koe bij de horens pakken. Gewoon een uurtje inleveren. Jammer, pech. Maar over een half jaar dan heb je weer een uurtje extra. Ja, dan lopen ze weer te zeuren dat ze weer te lang slapen. Dus iedere keer wat. Met de tijd. Gewoon doen. Nergens last van hebben. Dus, vanmiddag voetballen. RKZVC. Zuwend. Zo wordt wel een ritje in de bus. En dan gaan we kijken hoe we dat van elkaar boksen. Ik hoop dat we die ook weer gewoon lekker binnen het afsluiten. Dan gaat het voor de stand ook weer crescendo. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we per se kampioen willen worden. Maar goed, bovenin meedraaien in hoofdklasse is toch altijd wel een beetje de wens van de club.
En als je dan kijkt met dit jaar, hoe dat allemaal gegaan is met corona gedoe, met wedstrijden wel spelen, wedstrijden niet spelen, inhalen, noem maar op. Ja, dan mag je eigenlijk helemaal niet klagen. Dus dat doe je dan maar ook niet. In deze. Dus ik ben benieuwd. Ik wil in ieder geval zeggen, fijne dag voor vandaag. Ik ga nou stoppen. Vond je het weer een leuk praatje? Ja, graag abonneren op dit kanaal. Oh ja, en de blauwe duimpjes niet vergeten natuurlijk. Dat vind ik wel zo fijn. Om die ook te krijgen. Wel niet zo aardig, maar blauwe duimpjes is leuk. Als die in ieder geval geeft, dan ben ik al tevreden. Comments kun je natuurlijk ook even geven. Daar moet ik ook op reageren. Dus wat mij betreft, zou ik nogmaals een keer zeggen, blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan zie ik je de volgende week weer terug. Ik zeg, ciao!